Het zou zomaar kunnen dat de familie Meiland niet zal verschijnen op hun eigen boekpresentatie na de heftige uitspraken van Timon Mol. Zijn woorden zijn waarschijnlijk verkeerd gevallen bij de familie. Dinsdag wordt het nieuwe boek van de familie Meiland gepresenteerd, Achter de schermen bij de Meilandjes, geschreven door Timon Mol en Jan Dijkgraaf. Dit boek wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. In plaats van zich te richten op één gezinslid, gaat dit boek over de gehele familie, wat voor sommigen een nog minder aantrekkelijk idee is. Timon Mol, regisseur van Chateau Meiland, deelt in het boek zijn ervaringen en onthult de gebeurtenissen achter de schermen. Timon en ik schrijven achter de schermen over onze belevenissen met de Meilandjes, vertelde Jan Dijkgraaf aan RTL Boulevard. Het is met liefde geschreven, maar ook goud eerlijk. Timon Mol uitte ook kritiek die velen in stilte wellicht delen, de familie Meiland had volgens hem twee jaar geleden al moeten stoppen. Ik ga iets heel erg zeggen, maar het was twee jaar geleden al heel goed geweest om te stoppen. Je moet zo'n serie nooit langer dan twee seizoenen maken, al dus Timon. Hij meent dat hij deze uitspraken kan doen omdat hij om de familie geeft. Hij onthulde verder dat Martin Meiland eigenlijk al twee jaar geleden wilde stoppen. Daarnaast beweerde hij dat het afscheid van huisvriendin Carolien van Ede in scène was gezet en dat de familie beter geen eigen formats kan bedenken. Positieve woorden over de familie waren er nauwelijks te vinden in zijn uitspraken. Tot nu toe heeft de familie Meiland niet gereageerd op deze pittige opmerkingen. Gelet op deze scherpe uitlatingen is het de vraag of de familie Meiland überhaupt bij de boekpresentatie aanwezig zal zijn. We weten inmiddels hoe de familie in elkaar steekt. Ze zijn snel beledigd en kunnen slecht tegen kritiek. Mensen die een sterke mening over de familie hebben, zijn niet bepaald welkom bij hen.